Dat de benzineprijzen weer tijdens een lockdownweekend zijn verhoogd, is volgens minister Saskia Walden van Economische Zaken puur toeval. Ze reageert hiermee op kritiek vanuit de gemeenschap over de laatste benzineprijsverhoging. De pompprijzen zijn in het afgelopen weekend met iets meer dan 20 cent gestegen. Het is misschien een complete toevalligheid, want ook ik teken natuurlijk de beschikkingen. En er zijn ook dagen dat ik op maandag ingaat, op dinsdag. Dus het is puur een toevalligheid dat bij een bepaalde oliemaatschappij die nu voor een hoger prijs heeft ingekocht, ik denk 20, 25 cent. Maar ik wil benadrukken, het ligt aan de consument om zelf te gaan shoppen en zelf te gaan vergelijken en zelf hun voordeel te maken. Vanuit het ministerie zijn wij niet bevoegd om een bepaalde maatschappij voor te trekken dan een ander. Dus ik zal geen namen noemen, maar de consumenten mogen zelf gaan vergelijken. En de prijzen worden bekendgemaakt zo gauw de nieuwe lading binnen is, zo gauw dat de SIF-documenten, dus de bill of lading, dat zijn de waarop de gegevens staan van de import, bij het ministerie zijn ingediend, worden de prijzen bekendgemaakt. En het is absoluut niet alleen in het weekend, het gebeurt ook op een maandag, dinsdag, woensdag, you name it. Hoewel het om de zoveelste verhoging gaat, is de benzineprijs nog altijd niet wat het eigenlijk zou moeten zijn, zegt Walden. Een groot deel wordt door de staat, in deze het ministerie van Financiën en Planning, gesubsidieerd. Wat nu het ministerie van Financiën doet, is in feite de pompprijzen subsidiëren met de government take dat geïnd is. Want zeg dat een oliemaatschappij dollars heeft ingekocht voor, ik geef maar 18 SED. Voor 1 US dollar, wordt toch de prijs berekend op 14,29. Zou het zijn dat wij dan de prijs zouden baseren op de werkelijke valutakoers dat is betaald, dan zouden we veel hogere pompprijzen hebben. Maar goed dat de minister van Financiën het tot nu toe nog kan bewerkstelligen. Dat was minister Saskia Walden van Economische Zaken. De bewindsvrouw spreekt liever niet van een verhoging, maar van prijsfluctuaties als gevolg van de wereldmarktprijzen.